Dit is het meubelstuk dat wij hebben ontworpen, gemaakt met de technieken 3D-printen en lasersnijden. We zijn 8 weken terug begonnen met ons project. We gingen met de bus naar Midi-printen in Utrecht en daar kregen we de opdracht om iets cools te maken. Onze opdracht is om de kinderen een meubelstuk te laten ontwerpen en dan met de technieken 3D-printen en lasersnijden om te kijken waar zij in hun creativiteit mee aan kunnen komen en om te laten zien wat er allemaal wel niet mogelijk is. En dat meubelstuk willen we dan op onze werkplaats neerzetten om aan iedereen te laten zien. Heel terug op school zijn we begonnen met brainstormen. We vroegen ons af welk meubelstuk we gingen maken en hoe kunnen we de techniek van mini-printen gebruiken. Wij hebben ons georiënteerd door informatie op te zoeken over het bedrijf op internet. We hebben ons verdiept in 3D-printen. Daarbij hebben we naar verschillende meubels gekeken voor ons eindproject. We hadden zoveel ideeën, maar uiteindelijk hebben we er 1 gekozen. We willen een bank maken. Zodat als ze moeten wachten, ergens op kunnen zitten. Ons idee is om een draak te maken. En de draak die functioneert dan als een kapstok. Maar hoe maken we van die ideeën een ontwerp? Een expert in ontwerpen die kan ons helpen. Hoi allemaal, ik ben Danique. Mijn vakgebied als expert is industrieel ontwerpen. Maar hoe doe je dat nou precies? De experts zijn het wel dingen wat ons project wel een beetje ging veranderen. Je moet echt op veel dingen letten. Kan je het goed gebruiken? Wat is het nut ervan? Ik denk dat het hebben van een expert in deze projecten heel erg bijdraagt aan een realistisch beeld krijgen van hoe dit in de praktijk gaat. Met de uitleg van de expert zijn we gaan ontwerpen. We probeerden dingen uit met spuugmodellen en we maakten 3D-ontwerp. De draak zelf willen we eigenlijk gaan 3D-printen. Ik zal even laten zien hoe die eruit ziet van alle kanten. Het idee is dat je de jas kan hangen of je trui aan de tanden. We hebben een bank gekozen die je uit elkaar kan halen en weer terug in elkaar kan zetten met magneetjes. Als je het leuk vindt, kan je er zeg maar stukken uithalen zodat het of een kleinere bank wordt of dat je er een stoel van maakt en ergens anders neer kan zetten. Nu kunnen we ons model 3D printen en lasersnijden. We hebben een plankje met een patroon ontworpen en die hebben we via de computer hebben die verstuurd naar de lasersnijder. Die is nu bezig. De bank hebben we via Tinkercad naar de 3D-printer gestuurd. En nu is hij hem aan het uitprinten. Daar doet hij waarschijnlijk wel 3 uur over. En het zijn dus allemaal losse stukjes. En dan gaan we hem later met magneetjes in elkaar zetten. Vandaag gaan we een pitchen voor onze opdrachtgever. Dit is ons project. We hebben een kapstok gemaakt in de vorm van een draad. Maar waarom is dit nou het beste voor mini-printen? Ons product laat zien welke technieken mini-printer gebruikt. En onze draak past in het thema van het bedrijf. De creativiteit is echt gewoon geweldig om te zien. We gingen van een idee naar iets echt. Dit was echt een leuk project.